Het is vrijdag 23 februari 2018. U luistert naar Cornonia Live met een aantal fragmenten van de bespreking in Gorssel van de tekst die op de website van Gorssel ook geplaatst is. De stellingen over huwelijk en echtscheiding in de Bijbel. En mijn naam is Robert Veen. Er zit vaak ook het idee achter van een ideaal van huwelijk dat zo in de loop van de 19e eeuw ontstaan is. Als je daar seksuologen over hoort. In de loop van de 19e eeuw is het beeld ontstaan van het zogenaamde romantische huwelijk. Je trouwt uit liefde. En die liefde wordt je geacht in een aantal variaties en met wat groeifasen je leven lang vol te houden. Wellicht in die drie fasen die dan door jou geciteerd zijn. Voor die tijd, voor tussen 1850 en 1870, bestaat dat idee helemaal niet. Huwelijk is veel meer een zakelijke overeenkomst, die weliswaar ook affecten betreft. Je moet bij elkaar passen enzovoort. Maar het pure affectieve heeft niet de doorslag. En nog weer wat vroeger zijn het vaak ook de families die dat regelen of bevorderen. Want je moet vooral dat bij elkaar passen. Hè? Je moet bij elkaar passen om een leven lang met elkaar mee te gaan. Terwijl passie alleen maar korte termijn garanties geeft. Maar het gaat om die lange termijn garantie, want je wordt geacht vanaf je 20ste tot je 100ste dezelfde partner te hebben. Hè? Dat is ook heel duidelijk. Dus hebben we dat idee van dat romantisch huwelijk. En die liefde moet dan zo sterk zijn dat hij alle problemen overwint. En dat verdiept zich. Zo zijn mijn grootouders getrouwd. En die hebben altijd gezegd dat ze dat zo hebben volgehouden. En wij als kleinkinderen dachten, nou, er wordt wel stevig gemopperd daar. En dat gaat lang niet altijd zo vriendelijk toe. Maar zij hebben dat toch gezien als levenslange trouw. En ze hebben elkaar ook op hoge leeftijd nog hartelijke kusjes gegeven en gepraat over hun eerste ontmoeting. Dus voor ons als kleinkinderen was dat een beeld van echte trouw en inderdaad die liefde die een leven lang meeging. Maar bij mijn ouders zagen we iets heel anders. En dan zagen we dat die zakelijke fase van je moet samen dingen doen tot onoplosbare conflicten leidde en uiteindelijk tot een scheiding leidde. Een heel ander beeld. Mijn leeftijdgenoten die hadden zoiets van, nou, trouwen doen we nooit. Een van mijn studiegenoten was een, ze is inmiddels predikant in Noord-Holland. Maar die had een partner, kreeg een kind, kreeg een tweede partner, kreeg nog een kind. Wilde nog wel een kind, dus kreeg een derde partner. En woont nu met haar vierde partner en vierde kind in Noord-Holland, in de pastorie. Die is dominee en die vindt dat dus in de huidige tijd volstrekt normaal. Want hoezo? Je leven lang bij elkaar blijven. Dat is die malligheid van de grootouders. Hè? Die zeiden dat wel, maar die meenden dat niet. Dan zul je het moeten horen op de website, ben ik bang. Want als dit niet werkt, dan weet ik het ook niet. Dan weet ik het niet. Dus even tegen de achtergrond dus van die, van, laten we zeggen, de geschiedenis van het huwelijksidee, wat in een paar generaties totaal kan veranderen, wilde ik het proberen te hebben over het contrast tussen modern denken over het huwelijk en wat de Bijbelse teksten met zich meebrengen. De spanning daartussen, dat was mijn plan voor vandaag. Dus voor wie een Bijbel heeft meegenomen, gefeliciteerd. Ja, ik wel. Kijk, om te beginnen even. Kijk, omdat het idee van het huwelijk in de Bijbel natuurlijk gebaseerd is op een antropologie. Hè? Laten we zeggen een opvatting over wat de mens is en wat de verhouding van man en vrouw precies is. Dan hebben we twee verschillende teksten eigenlijk bij elkaar gevoegd. Hè, die spreken over de schepping van de mens. En die dus iets zeggen over de verhouding van man en vrouw meteen. Dus Genesis 1, vers 26. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, etzovoort. 27.
En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. Meervoud. Naar het beeld van God schiep hij hem. Enkelvoud. Man en vrouw schiep hij hen. In die vertaling. Hè? Schiep hij ze. Ja. Genesis 1 vertelt dus iets over de mens als zodanig. En Genesis 2 gaat dan de verhouding van die twee elementen in de mens, laten we zeggen man en vrouw, hè, kortweg, verder uitleggen. Dus je hebt hier een heel principiële uitspraak tegenover alle Babylonische en Assyrische mythen in die periode. Laten we zeggen, deze tekst komt pak een beet uit 1200, 1300 voor Christus. Tegenover al die Babylonische mythen wordt gezegd, de mens is man en vrouw. En niet de mens, dat is een man die naderhand nog een soort dierlijk hulpje erbij krijgt, omdat die mens zich natuurlijk dan moet kunnen voortplanten. In de Babylonische mythe is de vrouw een bijgedachte, een extraatje. Dus de mens is volledig man, en dat is het begin hier ook, God schiep de mens naar zijn beeld. Dat woordje mens is Adam, dus ook eigenlijk de naam van de man is hier hetzelfde als de mens. Maar het einde van dat vers maakt een gigantische afstand tot die Babylonische mythe door te zeggen, die mens waar we het nou over hebben, die we Adam kunnen noemen, ja, die bestaat alleen maar als er man en vrouw zijn. En dat is ten opzichte van die Babylonische mythe een gigantische verheffing van de status van de vrouw uit het domein van het dierlijke, uit het domein van de pure slavernij, naar een beginsel van gelijkwaardigheid. Dit is een bevrijdende tekst als het gaat om de positie van vrouwen in de cultuur daar. Als je dan kijkt naar het tweede scheppingsverhaal, waarin het dan vooral gaat over de relatie van de mens tot de natuur en de relatie van man en vrouw onderling, dan zie je in hoofdstuk 2, vers 18. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Dus hij kan niet bestaan als een solitair wezen. Of het nou man of vrouw of een combinatie zou zijn. Hij kan niet als solitair wezen bestaan. Ik zal hem, dat dan weer wel, hè, ik zal voor die Adam een hulpe maken die als tegen hem over zijn. Er zit in een paar woorden een hele gedachtewereld. Hè. Hij krijgt een hulp. Hij is dus behoeftig. Hij is op iets anders aangewezen dan zichzelf. He, dus de mens die dan op dat moment nog alleen maar als man bestaat, in het tweede verhaal in Genesis 2, die mens is in zijn eentje onvolledig en niet bij machte om te doen wat hem te doen staat. Er moet een hulp bij. En die hulp die is als tegen hem over. In ieder geval krijgt hij dus een hulp en die heeft als kenmerk, als tegen hem over zij, of als tegenover hem zij. Wat is nou, dat is een hele merkwaardige uitdrukking, die ook weer opnieuw de zelfstandigheid en de eigen rol van de vrouw benadrukt. Want ze is een hulp, maar niet onder hem, maar tegenover hem, als gelijkwaardige partner. Maar tegelijkertijd tegenover, dat wil zeggen, ook nog wel eens degene die hem tegenhoudt, remmen kan, een grens kan aanwijzen. Ook dat is een verklaring van die rol van man en vrouw, die tegenover die Babylonische mythe een enorme verheffing van de rol van de vrouw betekent. De rabbijnen hebben dan het aardige grapje, zoals altijd, een woordspeling die daarin zit. Er staat letterlijk kunekdo, dus als tegenover hem. Neged is tegenover. Maar neged, nagid, is ook een vijand. Dus dat hebben de rabbijnen er dan van gemaakt. Die zeiden, kijk eens, als die Adam zich nou goed gedraagt, hè, dan is het echt een hulp tegenover hem die hem aanvult. Maar als Adam zich nou slecht gedraagt, dan wordt het de nagiet. Dan is zij de vijand die hem in zijn grenzen gaat wijzen of hem gaat opvoeden. Dan gaat het juist weer mis. Dus er zijn twee mogelijkheden, zeiden de rabbijnen. Een man kan met een vrouw in volstrekte vrede leven, harmonie, of die vrouw kan zijn vijand worden
En dat heeft volgens de rabbijnen die man dan aan zichzelf te danken. Dan de vorming van de vrouw, dat is ook wel een aparte. Iedere man heeft dat gedaan die dat Bijbelverhaal leest, die heeft zijn ribben zitten tellen, denk ik. Hoe zit dat nou? Ben ik een rib kwijt? Is dat letterlijk zo? Want de vrouw wordt uit die rib gemaakt. Dat staat in vers 22. De Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en bracht haar tot Adam. Adam wordt uit stof gemaakt. De vrouw komt uit een rib voort. Wat zou nou het verschil kunnen zijn in status? Wat voor suggestie geeft dat? Dus Adam is een kleiwerkje. En dan is Adam is eenmaal een levende ziel. En dan moet hij wat kwijtraken. En daar wordt de vrouw dan uitgemaakt. Vrouw is niet het stof. Nee, maar de grap is eigenlijk dat dit allemaal geschreven is om de vrouw een beetje te kleineren. Maar vroeger werd de vrouw aanbeden als een godheid, omdat ze zich moesten voortplanten. Dat vind ik helemaal niet grappig. Nu gaat de voortplanting van de vrouw in dit verhaal op de man. Die produceert ineens de eerste vrouw. En dat is natuurlijk heel gek. Nou, dat deed God, hè. Dat deed hij niet zelf. Ik vind het helemaal niet grappig, Charlotte, wat je vertelt. Ja, dat is toch grappig? Nee, ik vind het niet. Biologisch is dat ontzettend interessant. Als man heb ik een ander gevoel voor humor, waarschijnlijk. Als man heb ik een ander gevoel voor humor. Als man heb ik een ander gevoel voor humor, waarschijnlijk, zei ik. Ja. Ik vind dat helemaal niet grappig. Ja, nee, het zal best. De rib wordt gebouwd tot een vrouw, dus die vrouw is afkomstig uit een levend wezen. Beiden zijn door God geschapen, dus dat de man daar een scheppende rol in zou hebben. Als het waar was, zou ik het niet grappig vinden, maar het staat er ook volgens mij niet. De man doet daar helemaal niks in, hij slaapt. Dat is ook nog een keertje aardig. Omdat hij slaapt, kan hij helemaal geen actieve rol erin spelen. Ja, voor het eerst. Mooi, hè? Dat vind ik dan grappig, dat die man slaapt en dus niks eraan doen kan. God bouwt die vrouw, brengt haar bij Adam en dan begint de eerste poëzie die we in de Bijbel vinden. En sommigen zeggen, dat is dus de blijvende eeuwige bron van alle poëzie. Die vinden we dan in vers 23, want dan zegt Adam, deze is been van mijn benen, deze is vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Dus niet uit het stof genomen is, maar uit de man genomen is. Dat is in die Bijbelse tekst niet een lage positie van die vrouw. Nee, dat is een hoge positie van die vrouw. Ze is niet uit de klei genomen, maar uit een ander leven. Het is dus uniek, een uniek wezen. Want al het andere is uit stof. Maar de vrouw is niet uit stof, de vrouw is uit de man. En dan meteen het huwelijk, want dat is dan vers 24, omdat dit nou allemaal zo is, omdat de vrouw deze herkomst heeft. Ze is tegenover hem, ze is een hulp. Ze komt zelf uit een levend wezen voort. Ze is niet uit stof genomen. Al die zaken bij elkaar leiden tot vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. Dat is heel kort de institutie van het huwelijk, met het afstand nemen van de generatie daarvoor, het stichten van een nieuwe levensgemeenschap, die zowel, laten we zeggen, het vleeselijke als het geestelijke is. En de hulp is de geestelijke kant, het vlees, ja, dat omvat eigenlijk wel alles, maar dus ook inclusief de seksuele kant. Zo wordt dus in Genesis 2 over man en vrouw gesproken. En echt, als je kijk naar Babylonische mythen, scheppingsmythen over man en vrouw, dan is dit een bevrijdende tekst. Ik heb het niet meer precies voor de geest staan, maar dat de man uit het hoofd van een god tevoorschijn komt en de vrouw juist uit de klei, uit het stof, nog even als nagedachte bij elkaar wordt geboetseerd.
En die mag dan nog hulpje zijn. Ja. Dat is de tendens in die andere mythe. Dan de traditionele manier om er naar te kijken. Hè? Ja. Nou, we zeggen, de vrouw is uit de man genomen, dus zij heeft een secundaire plaats. Ja. Paulus zegt dat een keer. Hè? Dus de vrouw moet niet leren, maar zich in alle onderdanigheid laten leren. Maar dan zegt hij niet omdat ze als tweede geschapen is. Dan zegt hij omdat de man niet verleid werd, maar de vrouw verleid werd. Dan heeft hij het niet over die scheppingsorde. Ja. Er is een tekst die zegt, de vrouw is de kroon van de man. De man is het hoofd van de vrouw, maar de vrouw is de kroon van de man. Daar heeft de Franse theoloog Jacques Ellul prachtige dingen over geschreven. Want die zegt, het hoofd van de man is een taak die vol zuchten moet worden uitgevoerd. Maar de kroon zijn van de man, dat wil zeggen dat je aan, zo zegt hij het letterlijk, dat je aan de vrouw, aan de zijde van de man, de kwaliteit van die man kunt aflezen. Als die vrouw er gelukkig staat, zelfstandig is, een vrij wezen is, dan is dat de glorie van die man. Die heeft dat voor haar mogelijk gemaakt. En kijk, haar is gelukkig zijn. Dat is een uitstraling van wat hij in zijn huwelijk gepresteerd heeft. Omgekeerd ook, maar dat is het vanzelfsprekend. Hè? Maar dat de vrouw dus in die zin de kroon van de man is. Even kijken of ik dat hier snel kan schetsen. Dat is van de Franse feministe en theologe Elisabeth Badinter. Nou, ik ga die naam niet opschrijven, want dat moet je absoluut niet gaan lezen. Maar die heeft een boek geschreven, ik zal het maar vertalen in het Nederlands. Het ene is het andere. Zo heet dat boek, L'un et l'autre. L'un et l'autre. En zij zegt, er zijn drie fasen in de geschiedenis wat betreft die verhouding man en vrouw. Drie fasen. Nou, je had eerst de hele oude tijd nog voor de Bijbel, zoals ze dat in Canaan deden en in het oude Assyrië en in Oegarit. Dat was werkelijk het ene en het andere. Het ene en het andere. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in het feit dat er veel van die goden-echtparen voorkomen. Hè? De Baal en Astarte. En Yahweh en Astarte had ook een gemalin in sommige kringen in Israël. Het ene en het andere. Het mannelijke principe naast het vrouwelijke principe. Dat zou de oudste periode zijn geweest. En soms leidde dat tot een dominantie van het mannelijke, soms tot een dominantie van het vrouwelijke. Dus die culturen kunnen dan wel wat verschillen. Maar ze zijn wezenlijk gebaseerd op het ene en het andere. De mannelijke goden werden door mannen vooral vereerd. De vrouwelijke goden door mannen en vrouwen. Maar vrouwen konden zich identificeren met godengestalten. Maar, ja, daar zaten ook wel veel elementen van prostitutie, tempelprostitutie bij. Die vrouwelijke godin was heel vaak een vruchtbaarheidsgodin. Het is van Canaan bekend dat meisjes van 9 à 10 aan de tempel werden verkocht en daar zich verbonden voor een periode van 5 of 6 jaar om prostituee te zijn in die tempel. En aan het eind van die periode konden ze met een grote bruidsschat weer uit die tempel weggaan en dan stonden de mannen in een rij om zo'n meisje te trouwen.
vanwege de bruidschat en vanwege, nou, andere ideeën. Dat is in diezelfde periode. En Badinter die zegt, ja, dat is allemaal wel naar en vervelend. Dat moeten we vooral niet nog een keer gaan doen. Maar in ieder geval, mannelijk en vrouwelijk waren gelijkwaardig. Het idee achter die tempelprostitutie was dat mannen die in de tempel met prostituees sliepen, dat die de vruchtbaarheid bevorderden, want de godin van de vruchtbaarheid, de Astarte figuur, die beloonde dat dan met vruchtbaarheid op het land. Dus die man kon naar die tempel gaan, met een prostituee slapen, naar huis gaan, met zijn eigen vrouw slapen, en dan kreeg hij een kind en dan dankte hij de godin die hij in die tempel had vereerd. Ja, het hoort wel bij het ene en het andere. En dan komt er die tweede fase en daar is ze ook niet zo blij mee, want die maakt dus een einde aan dat en. Dat is de Bijbelse fase. De Bijbel is een protest tegen de uitwassen van dat ene en het andere als gelijkwaardig of als gelijk. En dat is wat zij dan noemt l'un sans l'autre, dus het ene zonder. Zonder het andere. Ik bedoel, de naam voor man is Adam, betekent ook mens. En de vrouw komt uit Adam vandaan. Is dus lager, is haar interpretatie, hè? Van de standaard manier om er naar te kijken. De God Yahweh is een vadergod. Wordt maar twee keer in de Bijbel met een vrouwelijk woord aangegeven, hè? Er wordt één keer wordt gesproken over de baarmoeder van God en één keer over het broeden van God, hè, wat een vrouwtjesadelaar doet. Dus heel weinig vrouwelijke beelden van God in die Bijbel, maar dat heeft alles te maken met het protest tegen dat helemaal wild geworden vrouwelijke in die tempelprostitutie in Canaan. De gewoonte om jongetjes van 2 of 3 jaar oud door het vuur heen te leiden voor de god Moloch komt uit een cultuur, uit een religie waarin mannelijk en vrouwelijk principe gelijk aan elkaar zijn, gelijkwaardig aan elkaar zijn. Dus als een koning in Ammon of in Amalek, als hij zijn kinderen door het vuur liet gaan, dan was dat een offer van een jongetje aan een vrouwelijke god. Dat was aan een godin gewijd. Israël noemt dat een gruwel. En komt dus met het ene zonder het andere. God is mannelijk. Waarom is God mannelijk? Omdat al die moeders zo binnen hun kinderen opvreten. Maar ze zegt, het kan nog mooier. Want ja, dit had wel zijn problemen. Dat ging ook niet allemaal best. Dat snapt ze dan wel. En het ene zonder het andere is het Bijbelse. Daar hebben we nou honderden jaren ingezeten, dat heeft tot die patriarchale samenleving geleid, waarin het vrouwelijke geheel en al onderdrukt wordt. Maar nu zien wij iets moois komen, en dat is ook de titel van het boek. Het ene is het andere. Het loopt helemaal door elkaar heen. Mannelijk en vrouwelijk zijn niet meer te onderscheiden. En daar bedoelt ze dus mee transvestieten, homoseksuelen, biseksualiteit, transgenderisme, transseksualiteit, al die verschijnselen maken zichtbaar dat je als mens zelf voor je identiteit kiest, voor je mannelijke of vrouwelijke identiteit, en de medische wetenschap stelt jou in staat om het lichaam erbij te fabriceren dat erbij past. Dus dat is haar boodschap van volstrekte bevrijding. Hè, mannelijk of vrouwelijk, dat doet er al niet meer toe. Er zijn niet 2 seksen, er zijn er wel 10, of misschien wel 20. Hè, er zijn allerlei variaties. En jij bepaalt zelf wat en wie je bent. En dat kun je in je kleding en zelfs in je lichamelijkheid tot uiting brengen. En dat is, naar haar gevoel, de grote bevrijding. Als het de grote onderscheidingen, zeg maar, wegvallen. Nou, dat is volkomen in overeenstemming met een hele oude theorie. Bram heeft Plato al gehad, hè. Ja, dus het is maar goed dat hij er niet is, want heeft die herhalingen. Maar dat is Plato. En Plato's idee van de schepping van de mens is heel aardig. Hé. Hey. Moet dit naar beneden duwen, geloof ik. En dan dit eruit. Maar jullie kennen dat verhaal bij Plato, hoe de mens oorspronkelijk... Nou...
Hoe zal ik het mistekenen? Dit is de man-vrouw. Hij is mannelijk en vrouwelijk tegelijkertijd. De androgyne mens. Hè? Zo is de mens oorspronkelijk ontstaan. Mannelijk en vrouwelijk tegelijkertijd. Maar de goden vonden dat een te geducht wezen om mee rekening te houden. Die was te sterk. Hè? Als je het mannelijke en het vrouwelijke beide hebt, dan ben je als mens helemaal compleet. Dus de goden zorgden ervoor dat die mens in twee brokken uiteenviel. En het ene brok was het mannelijke en het andere brok was het vrouwelijke. En die twee brokken die verlangen daarom zo heftig naar elkaar. Want die willen weer heel worden. Dus het is allemaal heel tragisch begonnen. Eigenlijk was de mens dus veel beter in die oorspronkelijke ongedifferentieerde toestand. Hè? Man en vrouw maakten geen onderscheid. Dat is de androgyne mens. Dat is dus de mens van l'un et l'autre. Hè? De mens die geen verschil meer heeft. Of waar het onderscheid mannelijk-vrouwelijk er niet toe doet. Of afhangt van persoonlijke keuze enzovoort. Nou, voor Plato zijn die mannetjes, die hebben dan een deel van de eigenschappen niet die ze zouden moeten hebben. En de vrouwtjes hebben weer andere eigenschappen niet. En dat streeft naar elkaar toe. En de laagste vorm waarin dat kan, dat is dan de lichamelijke eros. Hè? Eros is die liefde die door iets wordt aangetrokken. Hè, weet je nog, het verschil tussen eros en arepe. Arepe, de liefde die schenkt. En eros, de liefde die wordt aangetrokken. Nou, die eros op het laagste niveau, dat is wat mannen en vrouwen tot elkaar brengt om nageslacht te verwekken. Dat is de seksuele drift. Die eros kan nog hoger. Hè? Die kan op wijsgerig niveau, dat kan liefde voor de wijsheid worden. Maar dat komt allemaal omdat we zo incompleet geworden zijn. En we moeten eigenlijk weer terug in zekere zin naar die ongedeelde toestand, hè, waarin man en vrouw in één wezen voorkomen. Er zitten overeenkomsten met ons Bijbelverhaal, maar ook grote verschillen. Plato, hoe lang geleden was dat precies? Hoeveel voor Christus? 350 voor Christus, zo. 350. Zoiets, ja. En dat is dus 700 jaar na de Bijbelse teksten, hè? Pak een beet. Ja. Maar of we die twee verhalen nou eens op elkaar betrekken. En ik heb je laten zien met het voorbeeld van l'un et l'autre, dat best een actuele manier van denken kan zijn. Hè? Androgyn denken. De biologische onderscheidingen tussen man en vrouw mogen geen enkele relevantie hebben voor hun sociale rollen. Biologische verschillen mogen geen enkele relevantie hebben voor hun sociale rollen. Dat is het idee bij l'un et l'autre. De tweede gedachte daarin, wat precies jouw seksuele identiteit is, hangt van jouw persoonlijke voorkeur en keuze af. Jij maakt jezelf tot wat je bent. Ben je man en wil je vrouw zijn, dan kan dat. Ben je vrouw, ben je... Nou, enzovoort. Dus dat zijn twee hele belangrijke ideeën. In het Bijbelse verhaal is het heel helder. Nee, man en vrouw hebben een andere schepping. Hebben een hele andere herkomst. En hebben dus meteen al in hun biologische onderscheid een verschil in functie en rol. Dat is het Bijbelse verhaal. Dat is wat zij dan noemt le sans l'autre. Dat past dus. Le sans l'autre zou dan het Bijbelverhaal zijn. En de androgyne mythe van Plato is dan het ideaal. Hè? Le et l'autre. Zodat dat men met elkaar vergelijkt. De ene zal zeggen, de sociale rolverdeling van mannen en vrouwen is van buitenaf opgelegd tegen de natuur in. In de natuur zijn we volstrekt aan elkaar gelijk, want we kiezen onze eigen seksuele rol en de biologische onderscheidingen doen er niet toe. Maakt niet uit, vrouwen kunnen baren en mannen niet, dat is helemaal niet relevant. Ja, er is prachtig bij Monty Python, daar is er zo'n verzetsgroep in Palestina en een van die mensen die zegt van nee, ik heet Christina of zoiets, hè, een vrouwennaam. Oh ja, want je onderdrukt mijn rechten als vrouw, zegt die man dan.
En dan zeggen ze allemaal, ja, nee, je hebt natuurlijk, ja, je hebt gelijk, want jij mag zelf bepalen wat je bent. En dat is een voorbeeld van vechten voor de bevrijding. En dan zegt er eentje een beetje tegen zichzelf, nou, het is eerder een voorbeeld van vechten tegen de realiteit. Maar dat is nou, een klein commentaartje van Monty Python daarop. Is die lichamelijke natuur van man en vrouw nou onbelangrijk voor de sociale functie? In een samenleving van jagers en krijgers wel. In een samenleving zoals de onze. Doet dat er nog toe? Ja, dat is ook beide dingen heb je nodig. Verschillende functies. Verschillende functies, maar ja, zijn die functies verbonden? Plekken, en vrouwen kijken dicht bij onze geest. Ja. Die moet je combineren. Maar dan zeg je dus, er is een verschil tussen man en vrouw gebaseerd op het biologische, wat zich moet vertalen in functionele onderscheidingen, in sociale rollen desnoods. Dat zeg je dan. Kan een man een moeder zijn? Dat is dan eventjes mijn aangescherpte vraag. Zij zou zeggen, natuurlijk kan hij dat. Kwestie van kiezen. Nou, je laat het van de samenleving afhangen. Ik krijg geen moederverlof, dus ik kan dat niet weten. Nee, maar de samenleving zou het kunnen mogelijk maken dat mensen dat kunnen kiezen. Maar ze zullen toch samen nodig zijn om het goed bestuur te vormen ofzo. En er is bij ons een hele diepe intuïtie dat er wel een functioneel onderscheid is. Ja. En dat niet alles in de rolverdeling, zeg maar onzinnig is. Hè? Alle zoogdieren, die zijn toch, dat is toch de natuur, zijn er altijd, hebben de mannetjes een andere functie dan de vrouwen. Heeft die man, wat is de taak van die man waar hij die hulp voor nodig heeft? Als jullie nou een Bijbel bij je hadden, kon je dat ook een beetje nazoeken. Hij heeft ook hulp nodig van die man. Sorry. Ja, maar die man wordt niet de hulp van die vrouw genoemd. Waarom niet? Wat is de opdracht die man krijgt? Wat die man niet heeft. Ja, maar het is pas erg dat hij iets niet heeft als hij daardoor tekort schiet in zijn taak. Wat is nou de taak van die man? Ja, dat is een van de, dus dat is het eerste. Nou ja, dat zit dan in jouw buurt, hè. Hij heeft die vrouw nodig voor de voortplanting. Ja, dus dat noemen wij netjes in Bijbelse taal vermenigvuldigen. Hè? Meerder worden, de aarde vervullen, is zelfs het idee. Maar waarom is dat van belang? Je hebt ook nog een reden nodig om zomaar te vermenigvuldigen, zeg je? Ja, dat... Maar waarom zou je dat doen? Maar wat is dat nut ervan? Hoe wil je nou dat doen? We zijn mensen geworden. Een mens is een twee-eenheid. Ja. Ja. Nee. Zijn mensen. Maar dan is alles dus gericht op het completeren van die Adam. Als dat nu maar bereikt wordt, dan is het klaar. Is het. Maar heeft die... complete Adam, heeft hij zelf dan geen doel, geen taak, geen opdracht waar die hulp van de vrouw voor nodig is? Dus de vrouw is een hulp, want die man, als die man dan maar een mens is, hè, dan zijn we klaar. Als die man dan maar volledig mens is, dan heeft hij die vrouw voor. En dan is het klaar. Die man heeft toch een taak? Want jij noemde er eentje al, hij moet de aarde vervullen, maar wat moet hij nog meer? Als creatuur moet hij de aarde vullen. Ja, vullen, maar waarom moet hij hem vullen? Ja, dat weet ik. Maar is dat nou alles wat die arme Adam te doen krijgt, alleen maar nageslacht krijgen? Hij moet een schepping... Dankjewel. Hij moet zorgen voor de schepping. Ja. Ja, maar dat kan hij niet in zijn eentje. Hij kan niet de aarde vervullen, nou, dan snappen we wel waarom natuurlijk. Maar hij kan ook niet zorgen voor de schepping zonder die vrouw. En de reden dat hij die aarde moet vervullen,
met andere, met soortgenoten, is dat al die soortgenoten van hem dan nodig zijn om die hele aarde te kunnen verzorgen. En dat begint dan met die tuin, en die tuin moet zich uitbreiden. Hè, tot heel de schepping. Nee, maar dat, het heeft dus een doel, wil ik maar zeggen. Het heeft een uiteindelijk doel dat de mensheid zich uitbreidt over de aarde. Komt omdat die mensheid een taak heeft voor heel de schepping. Maar het gaat me erom, we willen toename naar de achtergrond van het gebod. Gij zult niet echt breken. Dat is de hele reden dat we hierover praten. Hè? Dat is de reden. Nou, we moeten maar een beetje hier... vers 24 nog tenslotte dan in dit verband. Want hij is hulp. En er moet iets gebeuren. Ik noem maar even dat huwelijk, maar het is hier nog niet als een institutie natuurlijk. Vers 24. Hè, dus dat houdt in het verlaten. Dus een kind treedt weg uit die zorggemeenschap van het gezin. En sticht dus met die vrouw hè, een nieuwe zorggemeenschap. Dat is één. En dan heb je het aankleven. Dat is een beetje flauw als ik het vraag, want dat kun je eigenlijk alleen maar weten als je een beetje de Statenvertaling kent. Maar wat betekent dat aankleven? Wat roept het bij jullie op? Man zal zijn vrouw aankleven. Horen bij. Ja. Ja. Het aankleven is een heel apart werkwoord. Het kan negatief en positief zijn. Hè? Negatief komt het voor, hoe heet ze ook? Dina. Dina is de dochter van Jacob. En als we in de buurt van de stad Sichem komen, dan is prins Sichem, die kleefde haar aan. Dat wil zeggen, hij wordt verliefd op haar. Maar op een puur externe manier. Hij vindt een mooi meisje en hij verkracht haar zelfs uiteindelijk. Hij loopt dan blij naar zijn vader toe. Die zegt, ik heb nou een prachtig meisje ontdekt. Wil jij ervoor zorgen dat ik met haar trouwen kan? En die vader Hemor, die probeert dat nog te regelen ook. Dat is de verkrachting van Dina. Hè? Dus dat is een gruw. Maar dat staat er wel. In de nieuwe vertalingen, hij had haar lief. In de Statenvertaling, hij kleefde haar aan. Dus dezelfde uitdrukking als in Genesis. Hier is het positief. Aanhangen. Dat is eigenlijk beter. Ja, dat aankleven, dat kleven is... Ja, maar dat is het ook. Dat is het ook. Als het woord gebruikt kan worden voor die rare liefde van... die rare liefde van Sichem voor Dina, die tot verkrachting leidt... dan wil dat wel zeggen dat de uitdrukking hier ook vrij sterk bedoeld is. Nee... Hij is zo op zijn vrouw gericht dat die sfeer van zijn ouderlijk huis helemaal verdwijnt. En hij komt ook niet meer van haar los. Er zit een element van fascinatie in en van helemaal op die vrouw betrokken zijn. En dan is de derde alleen maar de uiting daarvan, dat is dat één vlees zijn. Vlees in de Bijbel betekent niet het puur lichamelijke. Het is altijd ook het hele persoonlijke. Maar zoals dat dan vast ligt in onze driften, in onze verlangens, in onze emoties... Dat is vlees zijn. Dus één vlees zijn wil zeggen samen één persoon worden. Zo dicht bij elkaar komen dat je één persoon wordt. Nou, ik zal het voor de volledigheid nog erbij zetten.